topper van deze week wordt gespeeld in Zwaag en gaat tussen Hovel Kubo, de nummer 4, en de nummer 2, CFE. En de bezoekers uit Eindhoven beginnen uitstekend aan de wedstrijd, want na 2 minuten is dit een 0-1 van Jamal El Ghanouti. Belangrijk voor de Brabanders ook vandaag. Schot op de paal van de Groot. Pech dus voor de ploeg uit Zwaag, die ook Mohamed Dari moeten missen. Want hij ontbreekt vanwege familieomstandigheden. Na 6 minuten krijgt CFE een penalty. Een overtreding op El Atabi. Zwaar bestraft door scheidsrechter Hilgersom. Maar een penalty is het resultaat. En de doelpuntenmachine van de Eindhovenaren kan nummer 31 binnenschieten. En dat doet hij. 0-2 na 6 minuten spelen dus. En CFE op weg naar een makkelijke avond in Noord-Holland. Er is één groot verschil tussen deze twee ploegen en dat is het maken van doelpunten. CFE goed voor 100 treffers in de competitie al. En Hovel Kubo iets meer dan de helft, 54. Maar deze treffer, nummer 55, is er één van grote schoonheid. Het doelpunt van Joshua Sint-Juste op een paasje van Dennis Selbach. En Selbach kan meer dan alleen paasjes geven, want Selbach kan ook scoren. Hier met de tip in, want dat is het. Mooie steekpaas van Mokarai. Natuurlijk slecht verdedigd bij CFE, maar 2-2 de stand in een leuke eerste helft. Opnieuw een aanval van Hovel Kubo. Maar nu de lat geraakt door Mokarai. Zijn ploeg, de ploeg van Sander van Dijk, komt dan beter in de wedstrijd. Maar ineens staat het 2-3. Uit het niets door Jamal El Ghanouti. Zijn tweede van de avond. Maar kort daarna 3-3. Een treffer van Mokarai. Een leuke eerste helft. Die wordt afgesloten met 6 doelpunten. Beide ploegen maken er dus 3. De tweede helft is ook leuk. Er gebeurt veel. Hier bijvoorbeeld een overtreding. Althans, dat zegt scheidsrechter Van Hemert. En dus een penalty, geel voor Grimelius. En de kans voor Hovel Kubo om voor het eerst deze wedstrijd de leiding te nemen. Makkelijk gegeven, net als de penalty in de eerste helft voor CFE. De Groot achter de bal, maar die schiet naast. En zo blijft het 3-3 in een aantrekkelijk duel. Fraaie hakbal van Rougi. En dan de 4-3. De 4-3 voor Hovel Kubo. Doelpuntenmaker van de Gullek. Zeer fraaie aanval. Opgezet dus door Mo Rougi. En dan de lat. Hovel Kubo verzuimt afstand te nemen van CFE. En zo blijft het een wedstrijd in Zwaag. CFE. Het loopt niet echt in de tweede helft. Ze hebben het lastig. Maar ze hebben El Ghanouti en El Atabi. Maar El Atabi zit niet lekker in de wedstrijd. Dit lukt niet. Nu weer iets niet. Maar dan zijn moment. Bam! Nummer 32 van hem deze competitie. En dan zie je hem toch de hele wedstrijd niet. En daar is hij, de 4-4. Van de topschutter dus van CFE. Bijna dan een 5-4 aan de andere kant. Mokarai. Hij stuit op Grimelius. De spanning neemt toe. Een fout achterin. En dan de omschakeling. Met wie anders? Mokarai. En dan wel de 5-4 voor de thuisploeg. Nadert Hovel Kubo CFE dan tot 1 punt op de ranglijst. Dan moeten ze die 5-4 vasthouden. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. Grimelius mee naar voren. CFE moet gaan forceren. En daar is hij, de 5-5. Walid Sadouni. Hij redt een punt voor CFE. En zo duurt die terugreis naar Eindhoven toch niet zo lang. Hovel Kubo dichtbij een goed resultaat tegen CFE. De laatste keer dat ze wonnen van de Eindhovenaren was heel lang geleden. En nu lukt het dus weer niet. 5-5 de eindstand van een zeer leuke wedstrijd.